Hallo, hallo, hier is uh, Kingo met, uh, met, met iMine. I'm Zo terug, iMine I'm server, ja ja. En ik ben hier weer bij mijn trouwe beest. En ik had eventjes wat tijd nodig voor een, uh, een dingetje waar ik nu mee bezig was. Waar ik eventjes uh, aan jullie wil laten zien. En dat is, ik ben weer eens bezig gegaan met um, DogeLens. Dus dat ken je nog wel, dat is iets wat ik met Kaas um, met ben begonnen. Een episode of drie, vier geleden. En... Um, ja, dat is, uh, daar ben ik nu een beetje mee verder aan gegaan. Want ik wil het voorbereiden dat echt een keer mensen kunnen beginnen met iets er uh, te bouwen. En deze episode gaan we twee dingen doen. Het eerste wat ik ga doen is: ik ga jullie vertellen wat ik heb gedaan in mijn base. Want ik heb al gedaan, want er is een livestream geweest van iMine. I'm waarin ik in mijn base wat heb uh, gedaan. En dat ik het dus zo even te zien. En um, daarna gaan we naar Spam. Dan ga ik even laten zien hoe uh, DogeLant er op dit moment uitziet. Want het is een heel stuk verder gegaan dan de laatste keer dat ik er was. Dan ga ik daar even een showcase doen van hoe het allemaal uitziet. Wat het plan is. En dan nog een paar laatste dingetjes. Dat ik nog even met jullie moet doen. En ik moet trouwens nog wat andere materialen meenemen. Zoals wat redstone. Klein beetje redstone. En ook wat iron. Dus ik denk dat het sowieso al genoeg is. Dus. <coughs> eigenlijk hoef ik niet eens zoveel redstone. Ik denk dat ik met, uh, met iets van de helft of een kwart ervan zelfs uh, genoeg heb. Iets van tien of zo. Dus ja. Laten we eerst maar eens beginnen. Met, uh, met dit hier zo. Wat ik dus allemaal heb gedaan. Ik heb dus gewerkt aan de. Hoe uh, heet het? De farms. Ik heb dus verder gewerkt aan de farms. Niks daar zo. Wel hierzo. Dus als allereerste. Ik heb heel dit afgemaakt. Dus de hele netherwarft farm. Waar ik had gemaakt. Die heb ik nu helemaal geautomatiseerd. Als dus ik op deze knop klik. Dan gaat heel die kant gaat dan naar beneden. Heerlijk. En aan deze kant precies hetzelfde. Dus there we go. Dat is helemaal gefixt. En dat ziet er super cool uit nu. Dus dat is nice. Dat duurt een uh, iets van een half uurtje denk ik. Zoiets. Dus oké. Okay. Uh, ik plant eerst even snel alles terug. Want ja. Ik, er is een probleem wat mij betreft met iMine op het moment. En dat is dat ik niet veel meer te doen heb. Het enige wat ik dus nu nog kan doen in mijn base bijvoorbeeld is. werken um, aan wat farms maken ofzo. Maar dat is, dat, gaat, dat is best wel saai op een gegeven moment. En, um, Ja, ik, ben, ik wil niet, uh, hoe heet het, uh, met weer een compleet nieuw gigantisch uh, project beginnen. Gewoon puur omdat, um, misschien. Ik weet het niet zeker, maar. Um, omdat het ook een beetje inactiever is op het moment op de IMI server, is misschien een map reset nabij. Ik weet van niks. Dus het kan best zijn dat het nog maanden weg is, zo jongens. Maar anyway, ik uh, hou dat in ieder geval in mijn achterhoofd. Uh, ik heb wel een leuk idee trouwens, voor uh, de volgende seizoen al. Een beetje in mijn hoofd. Dus, uh, en dat wil ik dus nu niet doen. Omdat ik dus, zoals ik net al zei, uh, uh, voor mij te weinig tijd heb om echt dan daar heel veel van te gaan genieten. En aangezien ik dit als mijn main base heb. En dat idee wat ik heb, dat wil ik dus eigenlijk ook als main base gaan gebruiken. Um, is dat waarschijnlijk iets voor het volgende seizoen Nethercrack? Of, uh, Net of zei ik, I mine? Zeg ik nu wat vaker weer Nethercrack? dat is al. I mine, jongens, I mine. Anyway, um, ja, dan hebben ze dus dit gedaan. Dus ik dump even mijn eh, uh, mijn, mijn Netherwarts. Dus ja, we hebben lekker wel Netherwarts, dus het werkt goed. Maar, um, ja, dan even het volgende wat ik dus heb gedaan voordat ik verder ga vertellen. Is. Dit! Ik heb dus uh, de sugarcane Farm verdrievoudigd. Het is dus nu drie keer zo hoog. En ja, hier was ik dus nog mee bezig. Want al het redstone moet hier nog komen. Uh, alleen de onderkant is gefixt. Dus zoals je hier kan zien. Voor de rest is nog niks. Dat ik we nog doen. Maar uh, in ieder geval, ik heb dit allemaal heb ik gebouwd op de stream. Dus ja, als je willen weten wat, waar ik de stream. Ik stream op Twitch. Dus daar kunnen jullie ook alvast naartoe gaan. Volgens mij heb ik dit moest ik nog moeten doen. Want die zat. Uh, oh, is het wel water? Oké, okay, nice. Kan ik nu even snel dit doen. En ik vind het gewoon een epic gevoel geven dat het zo hoog is. En je moet echt een beetje oppassen. En je kan ook gewoon oh, gewoon jump naar de andere kant. Over heel dit gebeuren. En natuurlijk naar beneden vallen. There we go. Dus ja, ik vind dit de leukste farm die er tussen zit. Gewoon omdat het zo hoog is. Ik vind het echt nice. Dus ja, dat is dus deze farm. En dat uh, betekent nu dat we dus veel meer uh, Shuriken krijgen. Of Shuriken gesproken. Ik heb wat Shuriken nodig. Dus, there we go. Zien zo. En dat zal voorlopig genoeg zijn, denk ik. Ja, ik denk dat het al genoeg is. Ik weet niet. Anyway, ik heb namelijk een lading papier nodig, want ik moet het wel kompassen gaan maken, want ik heb nog een map nodig van, uh, hoe heet het, van Deutschland. Dus ik kijk even of ik nog snel toevallig nog ergens wat paper heb liggen. Of boeken hier, uh, hier is nog wat paper. Uh, nee, ik zal Voor mij heb ik wel genoeg, toch? Oh ja, tuurlijk, daar krijg je drie. Ja, dat zou wel genoeg moeten zijn. Ja, dat, dat is voor mij genoeg. Ja, oké, okay, nice. Um, dus ja, dan gaan we nu naar Spaan toe en dan ga ik even laten zien wat ik daar heb gedaan en dan vertel ik verder over... Uh, het gebeuren met uh, ja, wat ik dus uh, wou vertellen over doen, dingen doen op de iMind server. Dus dan ben ik zo weer terug als ik bij span ben. Oké, okay, jongens. So. Nou, dus waar ik was gebleven is. Voor mij persoonlijk. Het enige wat ik dus nog echt kan doen op dit moment op de server is. Een beetje verder werken aan Doosland. En dan uh, mijn shop, dus adventures. Maar om dat continu achter elkaar allemaal adventures te gaan maken, dat gaat me ook vervelen. Dat, dat, dat uh, voel ik al aankomen. Dus als ik veel te veel adventures achter elkaar ga doen. Dat ik dan echt ga... Of toen gaat de kwaliteit van die eventjes naar beneden. Of ik ga kleinere adventures maken. Veel kleiner. Uh, omdat gewoon... Ik kan, niet, ik kan gewoon niet wekelijks zo'n enorm avontuur... Net zoals van Timmy uit de grond stampen. Dat lukt gewoon niet. Dus ja, hopelijk kun je dat ook wel begrijpen. Dus ik zat echt te denken van... Wat moet ik dan gaan doen? Dus ik heb niet echt een idee nog. Mis, misschien dat jullie wel weten. Dus zoals ik zeg, ik heb al een groot project in gedachten. Maar dat is waarschijnlijk voor volgend seizoen. Dus ik moet nog... Ik ga het een keer navragen van... Hoe lang gaat dit seizoen nog duren... Misschien dat ze al een idee hebben. Um, of um, ooit het... Als het nog meerdere maanden weg is ofzo. Dan is de grote kans dat ik het misschien wel al ga doen in dit seizoen. Maar ik weet het niet. Want het is echt... Ik wil echt dat ik er gewoon meer dan een jaar iets aan heb om zo maar te zeggen. Dus ja. Anyway jongens. Genoeg daarover. In ieder geval ik hoor het wel van jullie als jullie leuke ideeën hebben. En um, ja. Anyway. Dan gaan we dus nu. Ga ik jullie wat randleiding geven of randleiding geven over. Doge Land Wat ik tot nu toe heb. Dus ja, welkom jongens, welkom bij DogeLand. Het is super mooi verlichting en kijk eens aan, we hebben hier zo de kassa. Dus we kassa nummer 1, kassa nummer 2 en kassa nummer 3. Dus kan je een ticket kopen. En dan komt hier zo uiteindelijk uh, de plattegrond van DogeLand. Dus dat is dus waar ik dit dan voor nodig had. Dus ik heb wat maps nodig, zodat dus ik de plattegrond mooi kan maken daar. En dan is dit de grote entrance. En op dit moment is de entrance dicht, want je kan niet naar binnen. Want er zit hier zo'n heel ding voor. Maar, opletten jongens, als ik nu de lever switch. Dan gaat in plaats van hier die hele balk, komt die hier. En kan je er wel in. Dus op, dit heb ik ook, op deze manier heb ik het ook gedaan. Omdat je dan echt jezelf een beetje door moet wormen Om erin te kunnen. Want um, bij een echt pretpark kan je er ook niet in één keer doorheen. Dan moet je door zo'n draaiding. Of door een of ander raar. Weet je, zo'n ding dat aan de zijkant zit. Waar je zo rond moet draaien en door moet gaan. Of zo'n staand ding waar je door moet. Tenminste, het is altijd onhandig. En, ehm. Um, ja, oh hé, hey, daar hebben we Matthias. Hey yo. Anyway, dat is dus, ehm. Um, Hoe heet het? Wat, uh, wat ik dus hier heb gedaan. Om het een beetje hetzelfde gevoel te geven. Dus dat vind ik wel nice. Het, het klopt al. Dus oké, okay, wat hebben we hier nog meer? Ik heb hier dus uh, welkom in Doosland. Uh, Beleef een dag vol met actie en avontuur en de vele attracties. Dus um, ja, hieronder komt dus nog de uitleg. Wat ik nog wou, wou, wou zeggen voor uh, alle iMiners. Van als je iets wil bouwen, kan het gewoon. Bouw hem ergens. Maar zet wel, um, of uh, hoe heet het? Pak een bepaald gebied. En dan moet je, moet je het afzetten met een bepaalde blokken ofzo. Of met hekken zoiets. Zodat uh, andere iMiners weten van oké. Okay, Um, hier wordt dus een attractie gebouwd in de toekomst, dat bijvoorbeeld nu nog niet staat. Dan uh, kan dat. En dan kunnen, uh, hoe heet het, het idee is zeg maar dat um, Kaas en ik zorgen voor de paden. En de rest uh, van de i miners zorgen voor alle attracties. Misschien dat we zelf ook al een attractie gaan maken, dat kan wel. Maar um, de paden, de toiletten, de prullenbakjes en zo, dat, daar zorgen wij allemaal voor. Maar uh, de eetkraampjes, de eten en nee, dat weet ik nog niet. Ik weet niet echt of de i miners dat gaan doen. Maar sowieso de attracties, dat wordt door de i miners gedaan. En uh, ja, dan hebben we hier dus een lijstje met de nieuwe attracties. Dus als er nieuwe attracties zijn, komen die hier uh, op te staan. Zodat mensen die kunnen zoeken. Zodat de iMines kunnen kijken naar die attracties. En misschien iets mee kunnen doen. En dan hebben we hier nog een uh, klein ingangetje van alleen uh, voor bevoegden. Dus dat is de opslag van alle items. Dan heb ik even een klein huisje weer gemaakt. Waar van alles in staat om uh, dingen mee te bouwen. En ja, ik vind het dus super gezellig uitzien. Allemaal met die leaves. Dat vind ik toch wel wat hebben al die leaves, zien ze. En hier heb ik echt heel veel leaves gedaan. Dit is echt een soort van. Ja, ik, ik. Ik weet niet. Ik had heel veel liefs over. En ik dacht van weet je wat, ik gooi ze gewoon hier allemaal neer. En het is nu een één grote uh, liefgebied geworden. En um, ja, alles tot en met hier is dus deel van het pretpark. En, alles en dus deze hoek hier is dus uh, personeel gebeuren. Waarbij we de dus wat kunnen doen. Als ik meer ruimte nodig heb, dan ga ik gewoon onder de grond bezig. Dus dat is geen probleem. En uh, ja, dat is het dus, jongens. Dus wat ik sowieso met jullie wou doen, is dit gaan doen. De ehm. Um, de maps gaan maken. Dus. En dan misschien het schrijven van die van die, uh, van die andere dingen die hou ik dan even apart. Dat dacht ik toch even alles? Uh, nee, wacht, nee. De kompas was maar zo. Nee, hey, ik weet toch wel hoe je een kompas moet maken. jongens. Oké. Nu ook een 9. Oké, laat maar. Uh, ik heb er vier nodig. There we go. Oké, okay, nu wil ik even kijken. Is vier genoeg? Dat is uh, een vraag. Een grote vraag. Want als het niet genoeg is. Dus ik denk dat ik een beetje in deze hoek ga staan zo. Dus laat ik hem openen. There we go. Oké, okay, nou. Hoe ziet het eruit? Oh, wauw. Ik had verwacht dat het veel en veel groter zal zijn. Dit komt heel mooi uit, want ik wil zeg maar die kant nog op. Oké, okay. nu hoef ik het dus niet uit te zoomen. Ik was nog bang dat ik moest uitzoomen omdat het veel te klein is, maar nee, het gebied is eigenlijk nog, valt eigenlijk nog even mee. Dus oké, okay, ik ben van de map af. Dus de volgende is deze. En de reden waarom ik dit zo doe, uh, meerdere mappen, is omdat uiteindelijk uh, Doosland nog een stuk groter kan worden. Dus ik denk dat ik het alsnog dan wel gewoon zo ga doen. Dus zo. So. Dan hebben we de volgende nodig. Hier is ze helemaal, helemaal die kant op. Dus also, dat had zo heel erg uitzien. Dus hier op de map en dan is echt zo'n heel klein, euh, een heel klein dingetje lijkt het dan. Maar goed, uh, dan denk je zo van wow, is dit de hele, is dit de hele map, het hele dingen? Hmm. En wow, ik weet niet waarom, maar ik zie dit zo en dit ziet er echt super cool uit. Het is helemaal hoog daar en dit is een soort van, ik weet niet, het ziet er heel cool uit, voor mijn gevoel. Tenminste mijn uh, mijn bouwtintelingen beginnen meteen weer op te spelen. Dat betekent dus dat ik een idee heb om iets te gaan bouwen daar. Maar, I don't know. Maybe. Uh, we zien wel. Oké, okay, dan hebben we jou daar. En dan moet ik nog naar die hoek. Voor de allerlaatste, ehm. Um, voor de allerlaatste map. En dan is dat allemaal gepiept. Dus, there we go. Plop. En, oké. Okay. We moeten zorgen even dat de hele map laat. Wacht, is deze map geladen? Helemaal. Ehm, um, yep. Mooi. En deze is ook helemaal geladen. Okidoki. Dus, dan hebben we alle maps te pakken. Van heel Toastland. En zoals je nu kan zien, dit gebied. Dit gebied kan dus nog allemaal doodgeland worden jongens. Het ligt eraan hoeveel men uh, uiteindelijk attracties gaan maken en hoe groot de attracties gaan worden. Want dan kunnen we dit nog makkelijk uitbreiden, dat is geen probleem. Want nu, uh, daar heb ik, bijvoorbeeld kaas, uh, heb, ik, heb, heb ik bijvoorbeeld kaas niet voor nodig of andersom, kaas heeft mij er niet meer voor nodig. En ik kan niet meer sprinten, want ik heb geen eten meer. Slem. Um, dus dat is uh, geen probleem, want dat zal waarschijnlijk heel snel dan gaan, als uh, zo'n uitbreiding nodig is. But anyway, ik wil even kijken of ik nog eten heb toevallig, anders moet ik eventjes om keres gaan ofzo. Maar goed. Oké, okay, we gaan even de maps ophangen. En dan zie ik al. Misschien heb ik dan eventjes tot het laatste gedeelte. Dus oké, okay, wat waren de maps? Kom hier. Dus we hebben uh, de eerste map, de Doosland map. Uh, volgens mij moet ik dit doen. Die moet daar. Ja, want dan kan je heel mooi de ingang zien. Daar is ze. Oh, dat ziet er cool uit. Maar waarom is dat allemaal? Oké, okay, omdat het allemaal. Dat is allemaal van die rides. Zo. Dit is zeg maar het entrypleintje. Dit is zeg maar het gebouw. En, uh, ja, alles wat je hier ziet. Dit kan niet meer in gebouwd worden. De rest is nog allemaal. Um... Kan nog allemaal dingen ingebouwd worden. Dus oké. Okay. Oké, okay, wat hebben we hier nog meer? Dit is. Oké, okay, er wordt puzzel, jongens. Wat komt overal waar? Jij komt daar. Ja, jij komt daar dan. En dan. Nee. Jij komt daar. Oké. Okay. There we go. Oké. Okay, nou hier hebben we het platte rond. En hier kunnen we dus nu zien. Moet je kijken hoe klein het is en wat het uiteindelijk kan gaan worden. Dus heel dit gebied kan dus Doogland worden. Ja, dat is op zich wel nice. Dit is groot genoeg voor Doogland uiteindelijk. Uh, nu zeg ik dat wel, maar eigenlijk is dit veel te groot. Dus ik denk dat. Als ik echt een beetje goed nadenk. En ook, ik denk, dat dit seizoen is ook al redelijk ver bezig. Denk ik dat misschien, als dit echt aanslaat. Dus veel mensen gaan hier iets bouwen. Dat het dan ongeveer tot en met hier komt. Ik denk dat dat dan ongeveer de ding is. Dat er één uitbreiding komt. En dan wordt het dus helemaal... Ja, er wordt, wordt het ding bijna vier keer zo groot. Ik denk dat maximaal is. Dus ik denk niet dat heel het hele ding vol gaat zitten. Want dan wordt dat ding nog tien keer zo groot of zo. Maar voor nu ziet het er heel nice uit. Dus oké okay, jongens. Dan ben ik nu even eten halen. Dan schrijf ik even dit af. En dan ben ik weer terug om... Uh, het even te laten zien hoe het, uh, wat het is geworden. Dus dan ben ik zo terug. Oké okay, jongens, ik ben weer terug. En ik kon zo van die geen ik eten vinden. En ik dacht van: weet je wat? Ik heb gewoon een rotte flesje hier liggen. Dus ja, uh, yep, heerlijk. Maar goed jongens, ik heb het hier dus geschreven. Het is heel simpel. Um, als je een eigen attractie wil bouwen, claim dan een stuk grond met een sign. Uh, wat de attractie gaat worden. Ja, ik moest een beetje raar uh, even kort opschrijven. Uh, King of Kaas, zorgen voor de rest: dus de paden, de beplanting, toiletten, al dat soort uh, stuff. En ook eten en drinkkaapjes mogen jullie gewoon bouwen. Dus dat heb ik ook gewoon gedaan. Dus een berichtje voor de iMiners. miners jongens. Als jullie dus in Duitsland een attractie willen bouwen, dan moet je dus gewoon heel simpel een sign meenemen. En misschien dus een soort blokken, dus cobblestone of whatever. En dan moet je dus een stuk afzetten. Dus stel nou, um, hier zo wilt iemand uh, een of andere attractie maken. Geen idee wat. Bijvoorbeeld een draaimolen, um, ik zeg maar wat. Dan gaat hij dus zo doen. Dan, dan, dan claimt hij met cobblestone heel dit pad voor wat hij dus nodig heeft. De hele gebied, dus dan zeg maar tot hier. Dan heb je een hele kop zo'n lijn en helemaal tot daar. En dan zet hij ergens aan de zijkant of in, daarin zet hij dan een sign met zijn naam. En uh, met de attractie. Dus als hij dan dat uh, doet. Dan weten dus andere I-miners van oké. Okay, hier is iemand al bezig met een bepaalde attractie. Dat betekent dat hij dus daar uit de buurt moet blijven. Dus zorg ervoor dat je echt niet echt tegen elkaar gaat plakken. Maar hou een beetje ruimte ertussen. En dan, um, tja, dan, hoe heet het, uh, dan wordt dus een attractie gebouwd. En als dus iemand anders een idee heeft om bijvoorbeeld ook een draaimolen te maken, dat kan dan niet. Omdat iemand anders eerst is, uh, met dat idee. En dan moeten we dus of een andere attractie maken. Of misschien een beetje overleggen. Dat ze samen kunnen werken. Dat soort gebeuren. Dus dit is echt één grote community gebeuren dan. En dan zorgen Kaas en ik voor de rest. Dus de mooie paden. Dat alles aan elkaar vastkomt, uh, uh, hoe het wordt gezet. En uh, hoe heet het? Dat, uh, dat er ook toiletten zijn. Weet je dat mooie is ook een beetje bomen Af en toe, op de juiste plekken tussen attracties en zo. Dus dat wordt echt ziek. Ik hoop echt dat de, de I-miners hier een beetje wat gaan bouwen. Dus als ze, iets te doen, als ze niks te doen hebben, de andere I-miners, en het is vrij rustig, dan um, kunnen ze dat hier doen. Dus dat is een leuk idee. Dus dit is misschien een goed idee om nog even het seizoen nog een beetje wat langer draaiende te houden, om zo te zeggen: Doosland. Dus ja, in ieder geval, we zien wel wat er dus um, van gaat komen van Deutschland. Ik hoop echt dat het goed gaat. En als het lang duurt voordat er mensen echt gaan bouwen, dan bouw ik zelf wel iets. Want dat lijkt me wel sick. Dus ja jongens, dat is dan het einde van deze episode. Niet zo heel gek veel gedaan. Ik gewoon een beetje ge showcase. Maar het kan niet altijd een hele Timmy Adventure zijn, hè jongens. Dus uh, ja, vergeet natuurlijk nog geen like achter te laten. En in de eerste van de episode heb ik echt geen idee wat we gaan doen. We zien wel misschien gaan we weer een prank doen ofzo. Hmm. Dat lijkt me wel cool. Anyway jongens, dan zie ik jullie weer in de volgende episode. Dus bye bye. En tot dan.